15 set first leg, Mark to throw first. Game on. Weer een finish. 169 voor Webster. En dus Anderson met deze 140 scoren is favoriet om deze leg te pakken. De set die is begonnen door Webster. 140. Gary require 81. Dubbel 6. 75. Het was alweer even geleden dat hij dus een 11 dart had gegooid. Had gekund nu via dubbel 12 voor Webster. Game shot in the first leg. Mark Webster. Had dan toch zijn eigen leg. Maar dubbel 12 bij Webster. Vandaag lekker loopt. Daar staat hij 2-3. Veertigers gaan weer makkelijk. In ieder geval bij Anderson. Webster doet aardig mee. 155 voor Anderson. Triple 20 niet. Dus blijft wegzetten over. En Webster, ja. De vorige leg pakt hij dan van zichzelf. Met moeite. Nu kan hij ook de leg van Anderson gewoon afpakken. 4-15. Dat gebeurt. En zo gaat de 15e set van deze finale hier in Nijmegen naar Mark Webster. Wordt het 8-7. En blijft dat dus maar schommelen. Het verschil tussen beide mannen in deze finale. 1 of hoogstens 2 sets. Verreweg de meeste kansen die Webster krijgt, pakt hij ook gewoon. Dat doet hij echt heel goed. 58. We hebben het al een paar keer gehad over wie nou de laatste was in het een en ander. De eerste Welshman in de finale van het televisietoernooi, dat is al een tijdje geleden, was Alan Evans. De Winmaw World Masters van 1975. Dat is dus al even geleden. 99. Evans is natuurlijk een van de drie echt grote namen die uit Wales zijn gekomen, samen met Leighton Rees en Richie Burnett. En Webster heeft het in zich om zich in een luster rijtje als dat te scharen. Dit is de 7e 180 voor Webster. 100. Mark require 164. 56. 97. Mark require 108. Dubbel 20 en dubbel 14 is wat hij zoekt, maar wat hij niet vindt. Ja, Anderson die begint nu toch ook zo langzamerhand toch wel het gevoel te krijgen, denk ik, van heel veel missen mag ik ook niet.
En dit is missen. En dus komt Webster terug. En dat is te breken. Ja, dat doet hij. En zo komt Webster in de 16e set 1-0 voor. En als Webster dat toch eens voor elkaar krijgt om zijn eigen leg te houden zo dadelijk, dan komt hij weer helemaal op gelijke hoogte. De laatste keer dat we dat hebben mogen zien, was al een tijdje terug. Hij kwam tot 2-2 gelijk. En dan was het steeds Anderson die 1, dan wel 2 sets voorsprong pakte. Ja. Oeps. 140. Goeie score. Toch neemt de frequentie van het aantal 180ers dat Anderson gooit zien er ogen af. Ja, in de eerste 4 sets gooide er ook al 6. Dat betekent dat hij in de laatste 11 sets er ook 6 heeft gegooid ongeveer. 136. Ja, het hele soepele, het hele ritmische is er ook een beetje uit bij Anderson. 57. 170 voor Anderson is een finish. Om zijn eigen set nog te verlengen. 140. Dit doet Webster toch echt goed hoor. Weer goed, zet hij hem goed weg. En Anderson gooit hem nu niet uit. En dan mag hij terugkomen voor een gelijke stand na 16 sets. Mist dan de 8 voor tops. Ga iets meer aan de binnenkant. Je kan ook een 16 gooien voor dubbel 16. Dubbel 12. Die gaat lekker. Ja. 36. Alleen nu niet. Hij wil zo graag naar tops of dubbel 12 of dubbel 18 doen dat hij dit soort risico's 78. Dus neemt. Dit is Anderson. 16 en bullseye is wat Anderson nodig heeft. Voor 1-1 in de 16e set. Nee. 53. Mark required 12. Dubbel 6. Webster. Dubbel 3. Oh. No score. Gary required 25. 17-4. Hij blijft volharden. In dubbel 4, terwijl hij eigenlijk helemaal niet loopt. Dubbel 2. Dan pakt hij hem wel. En hij heeft Webster het volledig aan zichzelf te wijten. Dat hij hier niet met al de setwind staat. The best of all the plays. Game on. Scoort hem de mogelijkheden voor Webster. Zeker met 2 keer dubbel 19. Ah, kijk. Dat was alweer een tijdje geleden. De 13e 180 voor Gary Anderson. Oeh. 135. Ik kan hem slechts wegzetten. Webster heeft wel een finish. Dat zou er eentje zijn, zeg. Voor 8-8. Wat gebeurt niet? Gaat hij nou weer heen? Hij gaat op 100 voor de triple 19, ja. Maar goed, Anderson eerst. 91. Boel gemist, want dat gebeurt wel vaker als je echt onder druk staat. Nu dan triple 17 voor dubbel 10. Dubbel 10. Even staat het voor Gary Anderson. En Webster laat toch dingen zien waar, waar veel voor verbetering vatbaar is ook.